De tulp, het nationale symbool van Holland. Maar wist hij dat de bloem zijn oorsprong heeft in de bergen van Turkije? Aan het einde van de 16e eeuw kwam de tulp vanuit Azië naar West-Europa. De eerste tulpen waren rond 1560 in Europa te vinden in de Hortus Botanicus in Leiden. Sindsdien zijn ze niet meer weg te denken en hebben ze ook in de bloemenschappen van de meeste supermarkten een belangrijke plaats ingenomen. Tulpen zijn, alhoewel het hele jaar verkrijgbaar, toch een typisch seizoensproduct. Ze geven ons in het midden van de winter het gevoel dat de lente eraan komt. Veruit de meeste tulpen worden in het supermarktkanaal verkocht vanaf begin januari tot Pasen. In deze les laten we je zien waar je op moet letten bij binnenkomst van een partij tulpen. Dit zullen we doen aan de hand van de hier getoonde checklist. Allereerst controleer je of het aantal dozen klopt. Dan controleer je of de gegevens van de order overeenkomen met de gegevens op de pakbon. Controleer altijd of de dozen in goede staat zijn aangekomen. Beschadigde dozen betekent vaak beschadigde tulpen in deze doos. Als je een doos oppakt, let er dan op dat je hem goed rechtop houdt en niet uit je handen laat vallen. Het betreft hier immers een levend product dat in emmers staat die gevuld zijn met een laagje water. Als je te ruw met de dozen omgaat, kun je de bloemen en de emmers, zoals je hier zult zien, ernstig beschadigen. Deze emmers zijn gebroken door de harde klap op de grond. Houd de doos dus goed rechtop en zet hem met beleid op de grond. Open minimaal één doos om de inhoud te kunnen controleren. Snijd de doos altijd aan de onderkant en niet aan de bovenkant open. Als je de emmers van boven uit de doos haalt, is er kans op beschadiging van de tulpen. Snijd de doos aan de onderkant open als de doos met plakband is dichtgemaakt en til de doos voorzichtig omhoog zodat de emmers met tulpen op de grond blijven staan. In geval van straps om de doos kun je de strap aan de bovenkant lossnijden en daarna direct een temperatuurmeting verrichten. Vervolgens til je de doos voorzichtig omhoog, waarbij de emmers met tulpen op de grond blijven staan. Tel het aantal bossen in de emmers. Haal één of twee bossen uit de emmer en tel het aantal stelen in de bos. Kijk ook of de tulpen gelijk zijn afgesneden. Controleer of de juiste informatie, zoals naam, product en prijs, op het etiket staan. Natuurlijk mag de kwaliteitscontrole niet ontbreken. Let erop dat de tulpen een uniforme rijpheid hebben en of het blad en de bloemen mooi gaaf zijn. Controleer tot slot of het waterpeil in de emmer goed is. Deze moet tussen de 2 à 3 centimeter zijn. Indien nodig vul je deze bij met koud kraanwater. Gebruik geen water uit andere emmers. Schoon water is voor de houdbaarheid van groot belang. In deze les hebben we geleerd dat kwaliteit in het schap begint bij een goede ingangscontrole. Snij de dozen op de juiste wijze open, zodat je de doos omhoog kunt tillen en de bloemen netjes op de grond blijven staan. Controleer de gegevens, eenheden, temperatuur, het aantal bossen in de emmer en het aantal stelen in een bos. Controleer of de bossen netjes recht zijn afgesneden, de gegevens op het etiket kloppen, de kwaliteit in orde is en er 2 tot 3 centimeter water in de emmer zit.